Hallo allemaal, hier zijn we opnieuw met een nieuwe video. Jo, de fan van Webhero, en ik zit opnieuw samen met Jens, de meester van JJ's. En we zagen de laatste weken een zeer opvallende trend in de Google Analytics van onszelf en van al onze klanten. En dat zijn we beginnen te bespreken aan de toog en daar kwam genoeg stof naar boven voor een nieuwe talk. Dus Jens, welke trend hebben we gezien? Ja, we zien duidelijk dat er verschillende dingen aan de gang zijn in Google Analytics. We zien dat het aantal terugkerende bezoekers daalt en het aantal nieuwe bezoekers dat stijgt. En dat is een opvallende trend. Dat zien we inderdaad bij al onze klanten. Het zijn Webhero klanten, het zijn JJ's klanten. Maar je kunt dan de vraag stellen: hoe komt dat? Is het effectief zo? Is het effectief zo? Hebben we ineens een heel veel meer nieuwe bezoekers en daalt het aantal terugkerende bezoekers? En wat denk jij dat antwoord is, joh? Ja, ik weet het antwoord natuurlijk. Nee, het is een foutieve weergave van de realiteit. Ja, klopt, inderdaad. Dus die data is vertekend. Dus daar kun je ook best eens naar kijken en houd er zeker rekening mee. En hoe komt dat die data vertekend is? Wel, dat komt door onder andere Safari. Safari blokt vandaag cookies. Dus ze zeggen, ze blokken die cookies niet, ze verwijderen die cookies. Ja. En ze verwijderen die zelfs al na 7 dagen. Ja. Dus, en in sommige gevallen zelfs al na 1 dag. Okay. Dus dat betekent ook dat mensen die vandaag de site bezoeken, dat die cookie die op de toestel van de persoon geplaatst wordt, dat die na 7 dagen verdwijnt. Ja. Zeker ook de cookie van Google Analytics, die gaat die bezoeker dus niet meer herkennen na 7 dagen. Waardoor die dan, als de persoon de website opnieuw bezoekt, die een nieuwe cookie gaat toe-eigenen. Ja. En dat dus geregistreerd wordt als een nieuwe bezoeker. Nieuwe bezoeker, ja. Maar dat is dus niet. Nee. Dus dat is dezelfde bezoeker. Oké. Okay. Wat zijn de gevolgen? De gevolgen zijn natuurlijk, drastisch, zal ik zo zeggen. Dat je bent niet meer zeker van je data. Je moet echt rekening houden van, oké, is die data wel correct? En je moet daar op basis ook wel, in dat kader ook wel rekening mee houden. Dat op vlak van attributie toch een gevolg kan hebben. Ja. Dus misschien kun je even toelichten wat attributie is. Attributie wil zeggen dat iemand die bijvoorbeeld op een advertentie klikt van Webhero op onze site komt, informatie zoekt, op dat moment geen beslissing neemt, want die komt voor de eerste keer op onze website. 2 weken later denkt hij daar terug aan en zegt van, ik ga eens terug naar die site van Webhero, typt opnieuw een search Webhero en doet dan een aanvraag. Ja. Dan kan je in Analytics gaan zien wat het pad is dat die persoon gevolgd heeft. Dus je ziet dat hij eerst op een ad geklikt heeft, dan op een search geklikt heeft en dan een aanvraag heeft gedaan. Hè. En dan ben je in staat om, als je je ROI gaat berekenen, je conversie toe te wijzen aan de initiële ad. Ja. Right? Maar, omdat de cookies verwijderd worden, ga je niet meer zien dat de eerste stap die ad was. Ja, nee. Dus als ik vandaag zou kijken, dan gaat die toegewezen worden aan die search, aan de organische search gewoon. En het gevolg is dat je dus niet meer goed de ROI gaat kunnen berekenen van je advertenties. Nee. En dus als die niet worden toegewezen aan die advertenties, ga je zeggen, mijn ads werken niet goed. Ja? Dus ga ik misschien minder advertenties doen, wat ten eerste gigantisch in het vlees snijdt van Google, want die leven daarvan. Maar ook in het vlees van je eigen business. Want je weet niet meer waar dat je aan het winnen bent. En ga je misschien je ads omlaag halen die uiteindelijk wel voor die conversie gezorgd hebben. Ja. Dus kan gigantisch veel invloed hebben als je een digitale strategie hebt uitgerold. Die zou vandaag wel eens in 1 keer totaal andere vertekend beeld kunnen geven in Analytics. Klopt, inderdaad. Natuurlijk wel een kleine kanttekening hebben. Dus hadden je zegt, het marktaandeel van Safari. Ja, dat is nog niet zo groot vandaag de dag, maar dat kan natuurlijk wel een sales argument zijn, die privacy. Dat meer mensen, vandaag zien we dat Chrome het meeste marktaandeel heeft, Chrome van Google dan. Ja. Safari is van Apple. Wat is het marktaandeel van Safari? Daar zien we toch verschillende dingen terugkomen. Hè. De data is daar niet uniform, maar ik zou zeggen, je kunt toch wel gaan uitgaan van 10% op desktop en 20% op mobile. Ja. 20% mobile, en dat komt dan echt vanuit de iPhones natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. iPhone van Apple is voorzien van Safari. Ja, standaard. Ja. Okay. Maar wat we zien is een trend. De trend is al lang geleden ingezet, dat Firefox bijvoorbeeld ook aan tracking prevention doet. Mm-hmm. En binnenkort, alle browsers gaan dat ook gaan doen, zelfs de Microsoft Edge, die gaan allemaal inzetten op die tracking prevention. Ja. Wat natuurlijk
een beetje Google pijn zal doen, inderdaad ook op vlak van die browsers. Hè. Dus zij, ja. moeten zij gaan waarschijnlijk ook moeten gaan handelen en ook een stuk van die privacy daar moeten gaan inbouwen. Ja. Wat ik geloof dat ze ook wel gaan doen. Ja, ze gaan niet anders kunnen, hè, want de bewustwording rond heel het privacy gedeelte van uw data wordt steeds groter bij de mensen, wordt langzaam een sales argument. Ja. Maar we kunnen zeggen dat vandaag Apple degene is die het minste geld haalt uit data, ja. hè, terwijl Google aan de andere kant ongelooflijk veel geld haalt uit die data, dus die gaan daar wel onder lijden. Ja, Google is een data-driven business. Hè. Apple die focust ook wel op data, maar niet consumer data. Ze, gebruiken, ze verkopen die consumer data niet actief. Ja. Apple verkoopt vooral hardware en software. Terwijl Google, die verkopen user data, die verkopen advertenties naar de users. En dat is nog altijd hun grootste bron van inkomsten. Oké. Ik ga het nog eens even vertalen naar offline business, hè, dat de mensen een helder beeld hebben. Beeld je in dat je een fietswinkel hebt, komt de klant binnen die een maand geleden een dure mountainbike gekocht heeft. En ja, als shop-owner weet je dat die mountainbike gekocht heeft. Ja. Dus ga je denken, ja, als die binnen is en die is een beetje aan het rondkijken, ja, die is misschien op zoek naar zakken voor op zijn fiets, misschien voor een helm of fietsschoenen. Hè. Maar je weet dat je niet in een koersfiets gaat moeten aanbieden. Hè. Nee. Door het deleten van de cookies is basically het geheugen wissen van de shop-eigenaar. Ja. Die klant komt binnen en die shop-eigenaar weet totaal niet meer dat hij een maand geleden een mountainbike gekocht heeft. En die moet eigenlijk totaal opnieuw beginnen van wie is die klant. Ja. En die moet gewoon zoeken van, ja, aan wat moet ik die verkopen gewoon. Ja. Dat is het offline verhaal. Maar ook in e-commerce... Ja. Heeft dat ook zware impact? Ja, zeker en vast. E-commerce, denk daar aan. En niet enkel advertising wordt beïnvloed door die tracking prevention. Dus we verwijderen echt wel cookies. Maar ook bijvoorbeeld de personalisatie. Personalisatie van websites. Ik denk daar aan de recommendation engine bijvoorbeeld. Hè. Je hebt nu dat product gekocht. Anderen kochten ook dit. Ja. Dat wordt allemaal moeilijker. Ja. Zeker omdat als je dat gaat AB testen. Ondertussen hebben jullie al wat video's van ons gezien. Zouden toch wel moeten weten wat AB-testing is, hè, hopelijk. Dus AB-testing is dat we één versie tonen aan 50% van de bezoekers en een andere versie, een B-versie, aan de andere 50% van de bezoekers. Ja. En dat is ook op basis van cookies. Want als je bijvoorbeeld Google Optimize gebruikt of een Optimizely, die gaan een cookie wegschrijven. Die zeggen, oké, deze persoon zal altijd versie A krijgen en deze persoon zal altijd versie B krijgen. Ja. Maar wat is nu het probleem? U weet niet meer wie is. U weet niet meer wie welke versie gezien heeft, en dan 7 dagen die cookies weg zijn. Okay. Dus ook op vlak van personalisatie en AB-testing, is er toch een serieuze uitdaging vandaag de dag. Absoluut. Omdat al die cookies gaan verwijderd worden. Hoe kan een business owner hiermee omgaan of counteren? Welk advies? Het advies dat ik vandaag geef is, probeer het mailadres te bemachtigen van de websitebezoeker. Catch de e-mail. Ontzettend, ontzettend belangrijk. Ja. Hoe? Denk eens aan downloads, whitepapers, alle mogelijke manieren om toch het mailadres te gaan verzamelen van die bezoeker. Ja. Waarom? Omdat je mailadres, dat gaat niet om de 7 dagen veranderen. Nee. Toch. En het is uniek. En het is uniek. Dus een unieke identifier gaat niet om de 7 dagen veranderen. Ja. Dus dat kun je, om je marketing te gaan verder te gaan optimaliseren, gebruiken om al die contactpunten om te organiseren. En wat zien we vandaag de dag? Mailchimp, die weten natuurlijk ook wel dat een trend is ingezet en dat die uitdagingen vandaag de dag zijn. Dus we zien daar dat die ook Mailchimp enorm evolueren is, niet enkel van een e-mail tool, maar wat bieden zij vandaag recentelijk ook aan? Ze bieden aan dat je websites kunt maken, ze hebben een CRM-systeem. Je kunt zelfs via Mailchimp nu ook al gaan advertise doen op een Facebook en op een Google. Ja. En waarom is dat? Omdat je kunt die mailadressen gaan opladen in de Google, waardoor dat je heel doelgericht die mensen opnieuw kunt gaan benaderen zonder cookies. Ja, en het is nog beter eigenlijk dan de cookie, hè? Want het is heel duidelijk, het is nog sterker dan de cookie. Dus ecosysteem bouwen rond het e-mailadres in plaats van rond de cookie. Ja. Goeie case, heel recentelijk, Tesla Cybertruck. Ja. Honderdduizenden Teslas al besteld. In pre-order 2 jaar op voorhand. Bij de vorige Tesla denk ik dat het voorschot 1000 euro was. Ja. Dit voorschot was maar $100. Ja. $100 is eigenlijk niks voor een voorschot van een auto. Hè? Waarom? Als je bestelt, moet je e-mailadres achterlaten. Ja? Dus ze hebben nu volgende 2 jaar de tijd op basis van de e-mailadres om u te gaan overtuigen. Want je kan eigenlijk, wat hun boodschap was, reserveren maar en je kunt gratis annuleren wanneer je wil. Hè? Ja. Wat ze nu hebben, ze hebben het e-mailadres en ze kunnen eigenlijk heel hun
hun campagne gaan opbouwen de volgende 2 jaar om je te overtuigen dat de Cybertruck de best mogelijke auto is voor u. Voor u, maar ze kunnen ook al die mailadressen gaan gebruiken, opladen in Facebook en op basis daarvan lookalike audience gaan maken. En lookalike audience, dat is misschien iets voor de volgende taak. Ja, absoluut. Absoluut. Maar het belangrijkste dat we hier kunnen concluderen is van ja, hou er zeker rekening mee dat die data vertekend is in Google Analytics. En ja, neem dan op basis daarvan toch, hou er daar rekening mee en pas je beslissingen daar ook op af, hè, dat je niet de verkeerde beslissing neemt. Maar verzamel mailadressen. Ja. Verzamel mailadressen. Catch the email. Catch the email. Goeie talk. Dankjewel. Volgende keer.